18 januari, zaterdagavond 18 januari. Waarom bent u hier? Nou, ik ben hier op uitnodiging om een beetje kracht bij te zetten aan het feit dat er vanavond de AMSR in Rotterdam het jaar 2964 vieren. En ik doe dat heel graag omdat ik echt het stellige overtuiging heb dat dat bijdraagt aan de identiteitsontwikkeling, aan wie de mensen zijn. Ken jezelf en dan kun je ook je toekomst uitstippelen. En ook omdat dit ook een verhaal is wat denk ik ook mensen aan hun kinderen moeten doorgeven. Als je niet weet wie je bent, wordt het heel lastig om ook een verhaal achter te laten voor je eigen kinderen. En ik denk dat het voor de identiteitsontwikkeling, voor de persoonlijkheidsontwikkeling, maar ook voor het zelfvertrouwen van de mensen heel belangrijk is dat deze vorm van saamhorigheid wordt gezocht. Nou, laat dan zo zijn dat de burgemeester van Rotterdam zelf ook Amazighe roots heeft. Dan is 1 plus 1 eenvoudig opgeteld 2. Hoe vindt u het als ze inderdaad als Emma zeggen dat het gegaan is? Nou, ik vind dat het heel mooi gegaan is. Af en toe grenst het aan chaos. Maar het is ook een beetje identiek aan dit soort feesten. Het begint altijd heel rustig. En naarmate de avond vordert, dan gaat het hoofdje een beetje raar doen. En ja, dat hoort blijkbaar bij dit soort evenementen. Maar dan is de burgemeester altijd daar om de openbare orde te handhaven als dat nodig mocht zijn. Het klinkt heel logisch inderdaad dat u zegt dat zulke evenementen bijdragen aan identiteitsvorming. Maar zo logisch is het niet in Nederland. Klopt dat? Nee, maar ik probeer het expliciet te maken. Veel mensen voelen dat wel zo, maar dan is het impliciet zonder daar hele grote dingen op te plakken. Maar ik vind het zelf wel heel belangrijk om ook je identiteit goed te kennen. En er zijn ook heel veel mensen die over mij zeggen van wat een rare kerel. Die mengt allerlei elementen bij elkaar. Hij is burgemeester van Rotterdam. Maar als hij een vliegtuig moet inaugureren op het vliegveld van Rotterdam, de Hague Airport, met een fles champagne, drinkt hij spa. Ja, het is soms een tegenstrijdigheden die innerlijk samenkomen bij een mens. En daar moet een mens op een moment voor zichzelf proberen daar een richting mee te geven om ook stevig met je eigen poten in het leven te kunnen staan. Want anders waai je met alle winden mee. En een stevige identiteitsontwikkeling, een stevige persoonlijkheidsontwikkeling, zorgt er ook voor de mensen ook zelfvertrouwen hebben. Ik heb een hekel aan mensen die zo een beetje bijlopen. Ik weet daar omhoog. Schouders omhoog, kin omhoog. Je bent een mens. Je bent van waarde. Je hebt een verhaal te vertellen zoals alle andere mensen. En ik denk dat is, als je praat over identiteitsontwikkeling, dat je ook niet schaamt voor wat je bent. En dat die achtergrond van waarde is. En voor alle mensen, niet alleen voor de mensen, maar voor alle mensen is dat van waarde. En pas als die gelijkheid aan de orde is, dan kunnen we met elkaar spreken over hoe maken we dan een samenleving. U was al een idool voor heel veel mensen. Bent u het mee eens dat u nu een Berber-idool bent? Nou, ik weet niet of ik een idool ben, maar volgens mij ben ik een soort voorbeeld waar sommige mensen naar willen kijken. Maar er zijn ook mensen die mij helemaal niet zien zitten. En die denken van, die man die zijn we liever kwijt dan rijk. En zo is het nou eenmaal. Je kunt niet alleen maar mensen hebben die voor je applaudisseren. Ik neem ook beslissingen in Rotterdam die voor sommige mensen niet leuk uitpakken. Ja, en dan vinden ze me dan niet meer leuk. Maar waar het om gaat is, zijn er mensen die denken van, die Abu Talib heeft een fase in zijn leven meegemaakt, waar u uiteindelijk met steun overigens van heel veel mensen burgemeester van Rotterdam is kunnen worden. Is dat ook een les voor ons in het leven? Kunnen wij zelf ook door geloof in onszelf verder komen met ons eigen leven? En ik denk dat waar is. Er zijn mensen die op hun eigen manier verder komen in de sport, in de cultuur, in de literatuur, in de wetenschap. Mensen die u en ik helemaal niet kennen. U kent mij toevallig omdat ik dan een publieke figuur ben. Maar er zijn heel veel mensen, voor Edlaroui bijvoorbeeld, die op een fascinerende manier met literatuur bezig is, maar die niet iedereen kent. En ik denk dat het goed is dat die mensen ook een platform krijgen, net zoals vanavond, om te laten zien wat ze kunnen. Moet uw collega in Amsterdam ook uw voorbeeld nemen en volgend jaar misschien ook het MSR of het Berber nieuwjaar openen of inluiden? Nou, het laatste wat ik zal doen is aanwijzingen geven aan collega-burgemeesters. Die zijn mans genoeg om zelf uit te maken wat hun agenda invult. U had het net over literatuur. U heeft een aantal boeken daar. Wat heeft u daar? Nou, ik heb meegekregen de special Zemzem. Die ga ik zeker lezen. Daar zit ook een gedicht in van mijn oude makker, de dichter Mohammed Shasha uit Amsterdam. En ik heb een transcriptie gekregen van Amazighe verhalen, orale verhalen, transcriptie geschreven in Latijns alfabet. Weet ik niet wat dat is, daar ga ik naar kijken. Ja, en dit is een soort bureauagenda. U had het over poëzie. Wat heeft u met poëzie? Als het goed is, heeft u in een ver verleden ook poëzie vertaald. Klopt dat?
Ik heb een poging gedaan, wel eens poe zitten vertalen. Daar heb ik helaas geen tijd meer voor. Op het podium? Ja, het is tijdrovend. Jarenlang heb ik het Poëzie Festival in Rotterdam gepresenteerd in het park. Samen met Van Putten vertalen wij poëzie van dichters naar het Nederlands of naar andere talen. Fantastisch om te doen. En ik heb een jaar of twee geleden in opdracht van de stadsdichter in Rotterdam een gedicht vertaald van Adonis. Over eenzaamheid. Een fantastisch mooi gedicht. Staat op internet, je kunt u lezen. Misschien laatste boodschap voor de Berbers of de Immerzigen en misschien wel in Temmerzig? Wees trots op jezelf en draag bij aan je eigen identiteit. En daarbij draag je automatisch bij aan Rotterdam of aan Amsterdam of aan Utrecht of waar dan ook je woont. Immerzigen, het zijn mensen die eigenlijk wereldbewoners zijn. Dat hebben ze bewezen jarenlang. En ik denk dat heel goed is dat die mensen zo goed mogelijk verbinding bouwen met de samenleving waar ze zijn. Door in de eerste plaats zichzelf beter te leren kennen. Dank u wel. Veel veiligheid toegewenst. Alsjeblieft.